Goedemorgen, wij staan hier bij de Scouting St. Joris Leeuwen en in gesprek met Linda en Danielle. Linda, hoe ben je erop gekomen, hoe zijn jullie erop gekomen om een rommelroute te organiseren? Ik heb gepraat met iemand uit Zwalmen die in Zwalmen de rommelroute georganiseerd had en die was heel erg enthousiast daarover. Het mooie aan een rommelroute is dat je geen vergunning nodig hebt en dat iedereen dus zijn eigen spullen vanaf zijn eigen oprit kan verkopen. Het wordt dus een hele gezellige route door het hele dorp en het wordt gewoon een hele gezellige dag. Is er ook muziek te horen? Er zijn punten waar ze een discjockey hebben en waar je plaatjes aan kan vragen voor het goede doel, want daar komt ook een artiest optreden. Er zijn ook punten waar ze zelf wat muziek draaien, gewoon voor de sfeer gezellig te houden. En zo is er eigenlijk door het hele dorp van alles te beleven. Dat wordt zeker een gezellige dag. We staan hier voor jullie gebouw en er is de vraag van, is het niet mogelijk om een nieuw gebouw te krijgen? Zijn jullie een keer bij de gemeente geweest of wie hebben jullie nodig om een nieuw gebouw te krijgen? Nou, de gemeente heeft ons op dat gebied al een heel stuk op weg geholpen door ons te helpen met het aanschaf van het gebouw. Dus het gebouw is nu eigenaar van ons. En het punt is alleen, we hebben mensen nodig die tegen ons, die met ons kunnen zeggen, nou, wij pakken jullie bij de hand en we gaan dit project met jullie opstarten en ook mee begeleiden. En die mensen missen we gewoon nu op dit moment. Dus iemand die gewoon zegt van, iemand die bouwtechnisch inzicht heeft. Moeten die ook meer in huis hebben? Die moeten wel iets meer, iets capaciteit in huis hebben, die zeggen van, nou, ik kan een compleet nieuw gebouw voor jullie neerzetten. En daar ook de mensen voor bij elkaar zoeken. En dat missen wij nu op dit moment. Is er iemand met genoeg capaciteit? Of zijn er genoeg mensen die de capaciteit in huis hebben om de Scouting St. Joris Leeuwen te helpen? Dan kunnen ze zich aanmelden bij info@scoutingleeuwen.nl. En dan komt de post vanzelf bij ons. Dan wens ik jullie een fijne dag en veel plezier vandaag. Dankjewel. Dankjewel.